De spots in het plafond plaatsen we als eerste. Bereid je werk hier wat voor. Sluit aan het socket van de spots al een elektriciteitskabel aan, zodat je ze straks gemakkelijk kan connecteren. De leidingen hadden we al eerder voorzien, nu moeten we ze nog aansluiten. En dat betekent dat we de kabels eerst moeten ontmantelen. Met een ontmantelmesje maak je eerst de buitenste mantel van je XVB-kabel bloot. Dit mesje zorgt ervoor dat je de buitenste mantel kan ontdoen zonder de binnenste te beschadigen. Met een striptang kan je dan het koper ontbloten. De bekabeling die loopt hierdoor van de ene lamp naar de andere, dus je moet de geleiders aan elkaar koppelen. Ik gebruik daarvoor lasdoppen. De aarding die heb ik aan elkaar gekoppeld met een lasdop met twee aansluitingen, omdat mijn lamp zelf geen aarding heeft. De nulgeleider en de fase die koppel ik ook aan elkaar, maar hier gebruik ik een lasdop met drie aansluitingen. Dus ik heb nog één aansluiting over en die is voor mijn lamp zelf. Dus de blauwe kabel, de nulgeleider. Plaats ik bij de andere nulgeleiders en de bruine kabel, de fase, plaats ik bij de andere fasekabels. Er komen wel wat regels kijken bij het plaatsen van elektriciteit in de badkamer. Gebruik ten eerste spots die geschikt zijn voor vochtige ruimtes. Deze spots zijn voorzien van een rubber die het vocht wat tegenhouden. Bovendien is de spot zelf afgedekt met een glas. Eens de spots zijn aangesloten, kan je ze plaatsen. Ze klemmen achter het vals plafond. Je moet de klemmen dus gewoon even omplooien en de spot in de opening steken. Er komen flink wat regels kijken bij het plaatsen van elektriciteit in de badkamer. Zo wordt de badkamer ingedeeld in een aantal zones. Spots zoals deze mogen enkel in zone 3 worden geplaatst, op minstens 60 centimeter van een bad of een douche. Boven onze douche mag er ook een spot geplaatst worden. Maar enkel omdat de spot hier hoger staat van de douchebak dan 2,25 meter.